Aanvankelijk kwamen de uitzendingen uit vak Zuid, hier achter mij. Maar omdat zelfs ik niet boven de geluiden van de keuken kon uitkomen, verhuisden we later naar Meeting Plaza, daar aan de linkerkant. Maar eerst weer even terug naar vak Zuid, waar we de geboorte zagen van de karakters van Jan Mulder en Ronald Koeman, destijds de trainer van Vitesse. De Champions League is gespeeld. Real Madrid gefeliciteerd. De Nederlandse bekerfinale is achter de rug. Roda gefeliciteerd. Louis van Gaal is weg bij Barcelona. Catalonië gefeliciteerd. En Jan van Halst wil bij Ajax blijven. Ajax gefeliciteerd. We zitten er helemaal klaar voor. Ronald Koeman, Jan Mulder. Ja, Frank Rijkaard, die kan nu eindelijk echt van start gaan met het EK. En wat doet hij met die hele selectie bij elkaar? Hij neemt een weekje vakantie. Ja. Tsjechië gefeliciteerd. Goed. Hij neemt een beetje. Ik vind dat bespottelijk, Frits. Henk. Is toch belachelijk. 3 weken rust. Weet je hoe lang dat is? Als je nagaat, wij in 74, Frits. Toen zijn wij door Michels in Zeist 3 weken lang afgebeuld. Ik heb gekotst over Willy Brokamp heen, weet je dat wel. En toen helemaal aan het eind, weet ik nog, toen moesten wij, Brokamp en ik, moesten in het kantoortje van Michels komen. Ballenhok. Het was het ballenhok, ja. Frits. Heel goed. En toen heeft Michels tegen ons gezegd. Ja, en toen zei Michels, wat ik nou ga zeggen verpest mijn hele dag. Ja. Kom eens met wat nieuws, Jan. Ja, jemig, dat weten we toch wel. Toen ben ik naar huis gegaan. Ja, ja, toen heb je het hele kippenhok in elkaar gezet. Ja, zullen we dan nou beginnen? Dit is toch allemaal oude koek? Ja. Kom op. Nou jongens, morgen Nederland-Roemenië. Ja. Kivu. Hoe heet die? Popescu. En natuurlijk de Maradona van de Karpaten, Hadji. Wie schakelt hem uit? Niemand. Oh. Niemand, Frits. Hadji nooit uitschakelen. Nee? Is het stomste wat je kan doen. Echt waar, is een fantastische speler. Hadji. Nou, ik denk dat we Hadji gewoon wel gaan uitschakelen, hoor. Gewoon tot het eind van het toernooi, zeg. Ja, zeker weten. Levensgevaarlijke voetballer. Hoe zou je dat doen? Zeer simpel. Je wacht tot hij op volle snelheid is. En als hij dan langs zij komt, even met die heup of je elleboog tegen. Dan ligt hij zo op het ereterras, hoor. Ja, geen probleem. Even afgezien van Hadji, hè. Stel dat het weer zo'n 0-0 wordt. Ja. Wordt die positie van Rijkaard dan niet een beetje onder druk te staan? Ja, zeer zeker. Eruit. Ik zeg eruit met die Rijkaard. Oh ja? Natuurlijk. Fantastische speler. Daar gaat het niet om. Maar als trainer totaal ongeschikt, Frits. Ja, zeer zeker. Dat weet zeker. Jij toch net zo goed als ik. Ben je serieus? Ach, natuurlijk. Tuurlijk. Een bondscoach die 3 weken voor het EK luidkeels in de Telegraaf loopt te roepen dat de stekker eruit moet. Ja, ik ken toevallig een werkloze trainer op het strand in Barcelona, bij wie de stekker er nog helemaal in zit, hoor. Ja? Begint met een L. En het rijmt op Oei van Gaal. Ja. Ja. Niks Louis van Gaal. Wel Louis van Gaal. Toenau, dat uitstekende weet hij trainer. Ook. Foppen. Foppen de Haan. Foppen. Natuurlijk, Foppen moet erin. Als trainer totaal, wat zeg ik, als speler was hij totaal ongeschikt. Ja. Maar een fantastische trainer, Foppen. Foppen de Haan. Ja. Maar wat zou Foppen dan veranderen aan de opstelling? Ach, schijn nou toch uit over de opstelling, Frits. Dat is toch totaal om. We zien wel wie er speelt. Nou ja, ik vind opstelling. Het belangrijk, hoor, een opstelling. Altijd die opstelling. Ik zou wel iemand opstellen als ik jou was. Ach. Ik zou gewoon iemand opstellen. Ik vecht daar al jaren tegen. Hey, tegen Ronald. De opstelling. Ja. Ruud Krol, hè, die is nu de assistent van Rijkaard. Ja. Dat is dat wat jij dan in 98 bij Hiddink hebt in gedaan. In 98. Hè? Wat doet zo'n man de hele dag? Ja, wat doet een assistent? Die raapt de ballen op die tijdens de training worden overgeschoten. Dat dus is eigenlijk een heel makkelijk baantje. Nou, niet als Seedorf traint. Dan ben je wel een tijdje bezig. We zouden geen grappen meer maken over Seedorf. Nou ja, een grap. Was het maar een grap? Het is toch zo? Schijn nou toch uit over Seedorf, Frits. Seedorf is een fantastische speler. Altijd opstellen, Seedorf. Geen probleem. Hey, Ronald. 1 doelpunt tegen Tsjechië. Niemand praat erover. Voel jij je niet een beetje gepasseerd? Dan wordt hier iemand dan wel, geloof ik. Goeie genade. Wat was de vraag, Henk? Voel jij je niet een beetje gepasseerd dat Rijkaard Krol neemt en jou niet? Nou ja, gepasseerd. Kijk, ik ben natuurlijk 2 jaar lang onder Hiddink en onder Louis van Gaal de Zwarte Piet geweest. Ik vind het nou wel eens leuk om even de Sinterklaas te spelen. Ja, dus we zien jou niet in Hoenderlo in dat trainingskamp? Nee, zeer zeker niet, hoor. Ik zou trouwens ook niet weten hoe je er moet komen. Er stopt toch geen trolleybus? Ik zou het niet weten. Ik zie daar zo tegenop. Hoenderlo. Dat Hoenderlo. Villa BVD. Die villa, ja. Dat is toch leuk, Jan? Dan zit je daar weer en maar drinken. En al die vrouwen.
Ik krijg ze niet van mijn lijf geramd, Frits, die vrouwen. En dan krijg je natuurlijk weer de finale Turkije-Zweden of zo. Dan zit ik daar op mijn terras met Marianne Timmer. Of Acta en de Munnik. Ja. Of Freek de Jonge weer met een lied dat totaal niet loopt. Ja. Ik moet er niet aan denken. Nee, en dan gaat Frits natuurlijk weer in een oranje eend met een alpino petje en een stokbroodje onder zijn arm met van die accordeonmuziek om die hoenderloop in de rij. Zullen we samen weggaan, Ronald? Weggaan? We gaan gewoon weg. Waar gaan we heen? Naar Japan. Japan? Ja, kom op. Dan komen we nooit meer terug. Ik vind het een goed idee. Kom op, wegwezen.